actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid presenteerde maandagmiddag in de vereniging een rapport aan de vertegenwoordigers van minister Henk Kamp en Ronald Plasterk. Het congres vandaag in de vereniging gaat over een plan met 40 maatregelen om het werken over de grens makkelijker te maken. En dan moet ik denken aan meer informatie aan mensen die op zoek zijn naar een job bijvoorbeeld in Duitsland. Maar ook ondernemers die personeel zoeken om het hen wat makkelijker te maken. Hoe ze dat moeten aanpakken, waar ze rekening mee moeten houden. Ik denk een heel goed en vooral ook heel praktisch plan. En die 40 actiepunten die we hebben benoemd, die hebben we benoemd om 7 doelen te bereiken. En dat gaat over een scala aan onderwerpen. Maar dat geldt ook voor de informatievoorziening waar we een aantal actiepunten op hebben geformuleerd. Als je niet goed begrijpt dat de consequenties zijn van het werken in het buitenland, met name vlak over de grens, dus wonen in het ene land en werken in het andere land, ja, dan durf je vaak ook die stap niet te nemen. Ja, het is mij een grote eer om namens het actieteam, maar eigenlijk namens alle mensen hier aanwezig om het rapport van het actieteam, maar vooral de actieagenda aan u te overhandigen. Het gaat om actie en ik hoop dat we dit vanavond allemaal gaan lezen, zodat we morgenochtend kunnen beginnen met het uitvoeren van die actieagenda. De reden waarom we dit steunen is dat er onbenut potentieel is. Door over de grenzen beter samen te werken. Dat onbenutte potentieel willen we graag plukken. Dat is goed voor de mensen in deze regio en dat is goed voor Nederland. Per woensdag 1 februari verhoogt busvervoermaatschappij Breng de tarieven van ritkaartjes. Deze kunnen bij de buschauffeur worden gekocht en worden afgerekend op het aantal zones waarin de klant wil reizen. Voor 1 zone moest voorheen €1,50 betaald worden. Dat wordt nu €2. Voor 2 zones is de prijs verhoogd van €3 naar €4. Dit houdt in dat een enkele rit van de Weeshof naar het winkelcentrum in Hatert €4 kost, omdat het Maas-Waalkanaal een zonegrens vormt. Een enkeltje naar het verder gelegen winkelcentrum Dukenburg kost maar €2, net zoals een rit van Hatert naar het stadscentrum. Het kanaal oversteken is dus een dure grap voor busreizigers. Het alternatief is reizen met de OV-chipkaart, waarbij wordt afgerekend op basis van afgelegde afstand. Dit kan dus juist onvoordelig uitpakken voor het reizen binnen 1 zone. De gemeente Nijmegen sluit voorlopig niet een nieuw meerjarig contract af met Museum het Valkhof voor een budgetsubsidie. Wethouder Beert Veldhuis geeft aan dat er onvoldoende vertrouwen is in de bedrijfsvoering en de financiële situatie. Het museum kampt met teruglopende bezoekersaantallen en verkeert al sinds maanden in een bestuurscrisis. Veldhuis laat weten dat het museum eerst haar voorlopige plannen beter moet toelichten. Tot het vertrouwen in het bestuur van het museum hersteld is, levert de gemeente alleen een maandelijkse bijdrage, zodat het museum aan haar lopende betalingsverplichtingen kan blijven voldoen. De wethouder zegt wel het museum niet enkel af te willen rekenen op de cijfers.